zelf liep ik er heel erg tegenaan dat je geen echte knuffel kon geven. Je ziet iemand ja, echt wel strijden tegen het corona. En dat doet wel pijn als je dan niet gewoon even echt iemand vast kan pakken. Halverwege maart hebben wij te maken gekregen met de coronabesmettingen op de groep. Het was nadat de dagbestedingen gesloten waren en we het vooral aan het organiseren waren om alles op de groep goed lopend te krijgen. Dat was op maandag en op woensdag kregen we te maken met cliënten die al minder zichzelf waren, minder aten, ook niet, geen zin hadden in lekkere dingen. Waarbij toch wel dachten van, zo kennen we ze niet. Toen zijn we, toen donderdagochtend kreeg ik een cliënt echt spierpijn, zakte ook wel echt door de benen, hoesten, koorts. Ja, toen gingen alle alarmbellen bij ons aan. En hebben die cliënt op zijn kamer in quarantaine gebracht. En die is later getest samen met een andere cliënt op de andere groep. We hebben 4 woningen dan. En allebei bleek dus dat we te maken hadden met corona. Ja, het was wel echt even zoeken, want we waren heel erg bezig met wat als dus de dagbestedingen sluiten, wat als collega's ziek werden. En op zich hebben we ook niet veel tijd gehad om na te denken. We zijn vooral gegaan en geschakeld met de huisarts, met de AFG-arts, beschermende middelen ingezet, cliënten in quarantaine, cliënten uit elkaar houden, collega's op de hoogte brengen, verwanten op de hoogte brengen, brieven maken samen met management voor verwanten, voor collega's, voor vrijwilligers. Ja, dat was even hectische dagen. Wij waren er heel, heel erg bang voor. Oh, die cliënten die gaan nooit in een slaapkamer blijven. Of die begrijpen dit niet. Die gaan dit niet bevatten. En eigenlijk viel dat wel heel erg mee, omdat ze zo moe zijn. Eigenlijk helemaal geen zin om uit bed te komen. Ook geen kracht, heel veel spierpijn hebben. Dus ze gaven zich daar best wel snel aan over. Maar wel het gemis van familie, geen contact. Wij deelden het in die pakken. Zelf liep ik er heel erg tegenaan dat je geen echte knuffel kon geven. Of je ziet iemand ja, echt wel strijden tegen het corona. En dat doet wel pijn als je dan niet gewoon even echt iemand vast kan pakken. Zoals dat we dan normaal doen. Of dat familie niet echt even binnen kan komen. Zoals dat dan normaal wel kan. Ja, dat vond ik wel, denk ik wel, iets waar we heel erg tegenaan liepen als team. Cliënt overlijdt en je kan niet even je collega knuffelen of iemand staat buiten en kan niet binnenkomen. Ja, dat is allemaal wel. Je kan er ook niet bij stilstaan, want je moet de dag erna door, want er zijn nog meer besmettingen. Dus je moet er wel echt weer staan voor de rest. Normaal neem je daar gewoon als team de tijd voor en nu ja, ga je weer verder en moet je door. Dus dat waren wel even heftige tijden. Normaal gesproken proberen wij ten alle tijde de cliënt in zijn eigen slaapkamer op te baren. En dat ging nu niet, want ja, er mag niemand bij, het kan ook gewoon niet. Dus de cliënt wordt opgehaald, wordt ook verzorgd in het uitvaartcentrum. Cliënten kunnen niet weg, want ze zitten dus in quarantaine en kunnen niet naar een crematie. We hebben ervoor gekozen om met de groep, voor allebei de cliënten in de tuin, een soort viering te doen. Dan zaten we in een grote kring, allemaal 1,5 meter van elkaar af. Verbonden met een touw, zodat we wel ja, een soort van met elkaar verbonden waren. En door die kringviering hebben we wel allemaal een kaarsje kunnen aansteken, een zegje kunnen doen. De medebewoners vanuit een slaapkamer die in quarantaine zaten of van een balkon af, konden er toch een beetje bij zijn. Dus dat was wel heel fijn. Dan kan je team en je collega's even zien. Maar ja, het is wel verdrietig als iemand dan moet huilen en je kan die dan niet vastpakken. Ja, de eerste dagen zat ik denk ik wel echt onder de adrenaline. Dus ging gewoon door en snapte je ook niet zo goed wat er ja, gebeurde. Ik merkte dat ik me ook wel een beetje schuldig voelde dat het verdriet niet naar boven kwam. Dat ik dat normaal wel had of dat je daar geen tijd voor had. En toen ze allebei zijn gecremeerd, ging je wel nadenken en ook wel dromen. En komt het besef wel
En ja, dat is wel gewoon echt de realiteit die dan heel hard is en dat doet wel pijn. Ja. Ja, wat ik heel fijn vond, dat je gewoon voor elkaar zorgt en dat je naar elkaar luistert. Neem in ieder geval de tijd als collega's onderling om tussen de overdracht of om even samen buiten in het zonnetje te zitten op afstand. Om even een bakje thee te doen, zodat je je verhaal bij elkaar kwijt kan. Want wat ons heel erg geholpen heeft, is om het met elkaar te delen. Zodat je ook hoort dat je niet de enige bent die met deze dingen worstelt of de beelden nog in je hoofd heeft. Of, ja, dat je het samen kan doen. Dat zal ik wel echt iedereen willen meegeven. Toen dit voor ons de eerste twee crematies achter de rug waren, dat dacht ik van, het was even stil en mensen, er gebeurde er op andere locaties weer dingen. Iedereen gaat weer door en ik worstelde wel even met, ja, weet je, we zijn er nog niet, we zijn nog niet klaar. En het is nog voor mij was het nog een heel ding en voor anderen, voor de locatie ook. En ik kan me ook voorstellen dat als je wat verder buiten staat, dat je dan niet in de gaten hebt dat het nog steeds zo heftig is. Ik heb ook met de cliënten nog gewerkt de dagen ervoor, zonder tussen de middelen. En ik heb daar ook niet zo bij stilgestaan, pas achteraf dat ik dacht, oh ja, ik neem het ook mee naar huis, naar mijn vriend, naar mijn omgeving. Die gaat dan thuis al in quarantaine, maar pas achteraf dacht ik, oh ja, ik heb wel te maken met corona. Ja, ik heb zelf wel de klachten gehad, maar bij mij is het niet doorgezet. Ik heb wel de klachten als hoesten, geen eetlust, geen smaak, een beetje pijn tussen de schouderbladen. Maar gelukkig heeft het bij mij niet doorgezet en heb ik er geen last van gehad. Ja, lastig merken we. Mensen willen ook wel weer door en het is veel en we hebben ook nog andere dingen, situaties waar we nu mee worstelen. Maar ik merk wel door af en toe elkaar te appen of even te bellen met elkaar, ook wel echt heel veel met collega's, dat we dat nog wel echt moeten blijven doen om dit een goed plekje te kunnen geven. Ik denk dat ze het vooral, de cliënten die dus zelf corona hebben, ook wel bang zijn om het dezelfde mee te maken als de cliënten die er niet meer zijn. Dat is ook wel angst, maar ook wel weer, het is zo gek, want iedereen is dus uit het huis gegaan en niet meer teruggekomen. Dus voor sommige cliënten lijkt het ook nog zo onwaarschijnlijk. En zal dat straks pas misschien nog naar boven komen.